Cinema Gouda brengt de grote meesters naar het witte doek met Exhibition on Screen. Een meeslepende serie van internationale kunsttentoonstellingen. Vanuit de National Gallery Londen en het Rijksmuseum Amsterdam ziet u deze maand de meeste werken van Rembrandt van Rijn als nooit tevoren. De geluidskwaliteit van onze reportage is helaas niet optimaal. Onze excuses daarvoor. Hoe is dat hele project tot stand gekomen, kunst kijken in de bioscoop? Ja, het is een, ik vind het zelf een heel bijzonder initiatief dat dit tot stand is gekomen. Er is heel veel vraag naar geweest. En die vraag heeft ervoor gezorgd dat dit op het witte doek is gekomen. Op deze manier maken wij kunst zeer toegankelijk voor iedereen. Een hele interessante toegangsprijs. Het is lekker dichtbij. En je kunt op een hele ontspannen manier, je kunt zelfs zitten om naar kunst te kijken. Nou, wat wil je nog meer? Nu wordt deze maand Rembrandt getoond. Die komt in de belangstelling te staan. Zijn er nog meer kunstenaars, schilders die vertoond worden? Ja, we hebben een hele uitgebreide range aan onderwerpen en aan schilders. Bijvoorbeeld Michelangelo komt nog langs. Monet komt nog langs. Er komt een uitgebreide tentoonstelling van Amerikaanse impressionisten. Die een beetje in de vergetelhoek zijn geraakt. En er komt er nog veel meer moois. Er komen volwassenen, maar hebt u gezien dat er ook kinderen meekomen? Iedereen die geïnteresseerd is in kunst komt er natuurlijk op af. Wat we wel zien is dat het veelal volwassenen zijn die er komen. We hebben natuurlijk allemaal de film over Rembrandt gezien. Wat was uw ervaring? Nou, ik vond het wel interessant. Ik zei wel alleen jammer dat het Engels was. U had liever Nederlands ingesproken gehad. Ja. Oh. En u? Ik vond het zeer indrukwekkend. Het legt goed die schilderen. Ja. En dat uitleggen over die etsen, dat vond ik ook mooi. Dus u gaat ook naar de volgende film? Denk ja, het wel, ja. We zijn het wel van plan. Golf, ja. Dat wil ik ook wel. Ja, hè? Ja. U hebt hem ook gezien? Ja. Ik heb met veel plezier gekeken. En ik had wel af en toe een verlangen om iets meer te zien van de schilderkunst. Ik ben zelf beeldend kunstenaar. En die vragen die af en toe opkwamen, die zijn wel beantwoord. Zoals de techniek van het schilderen. En vooral toen dat ene schilderij, ik ben de titel even kwijt van die vrouw die met die dolk die zelfmoord pleegde. En dan in die ogen, hè, weet je. De manier waarop ze uit haar ogen keek, daarmee zag ik datgene wat er op dit moment nog steeds in de wereld gebeurt. Het drama, hè, dat is dan een klein stukje. Waar ik zelf als kunstenaar ontzettend van genoten heb, is vooral de manier waarop hij dus met verf werkt. Hè? Dat je zo dichtbij die schilderijen kon komen. Dat je echt voelde van, jeetje, zo wil ik ook schilderen. Super. Ja. Ja, wat is u het meest opgevallen? Nou ja, wat ik net al zei, dat ik niet wist dat die Rembrandt zo'n enorm veel privé nadigheid had meegemaakt. Ongelooflijk. Dat is, vind ik wel indrukwekkend dat iemand zo'n zwaar leven heeft en toch zo'n mooie kunst kan maken. Ja, nou ik denk ook nog even aan de zelfportretten. Dat vond ik ook zo prachtig. En ook op het allerlaatste moment nog weer in die film zien van wat drukken die ogen uit. Hè? Dat ene oog was bijna niet zichtbaar in de achtergrond, donker. Andere oog sprak zoveel. Ja, van wat ik net al zei over dat andere schilderij. Van je voelt je zo als mens, hè?